Henaar ontbeert nog steeds goed drinkwater. Dit hebben diverse DNA-leden afgelopen dinsdag naar voren gebracht tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Terwijl VHP-parlementariër Nisha Jakri vroeg wat de status is van de twee waterbronnen die geboord zouden worden in Henaarpolder, wees haar collega Harriet Ramdien erop dat er sprake is van een watertekort. Ze vroeg dringende aandacht van de regering voor deze kwestie, omdat ze als DNA-leden van het district constant hierover worden aangesproken door de Nigerianen. Henaar-probleem moet nu voor eens en altijd opgelost worden. We horen el om de twee, drie maanden, volgend maand vindt het plaats. Wanneer volgend maand aankomt, de maand daarop vindt het plaats. Het wordt telkens met maanden verschoven. Hoe lang gaan we de mensen dit blijven voorleggen? We worden uitgescholden ervoor. Geef ons een keer concreet antwoord hier in DNA. Als u niet kunt vandaag, is het niet erg. Dan kan de minister van NH ons duidelijkheid meer geven. Want hij heeft meer inzicht wat er precies daar gebeurt. Maar we willen weten wanneer komt in hemelsnaam die tweede bron. Waardoor wij van dit probleem verlost zijn. NDP-parlementariër Ebu Jones haalde aan dat het boren van de twee waterbronnen is uitbesteed. Terwijl de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM de kennis in huis heeft om zelf de bronnen te boren. Jones dringt bij de regering op aan om snel werk te maken van dit probleem, zodat het volk aldaar over schoon drinkwater kan beschikken. Henaar ontbeert nog steeds goed drinkwater, terwijl wij drinken Java Wani. Henaar, voorzitter, kan nog steeds niet beschikken over water uit de kraan als we het zou moeten. En weet je wat die overheid doet? Die overheid geeft de onderneming meer dan 2 miljoen SRD. Meer dan 2 miljoen om een bron te boren. En dat gebeurt maar niet. Terwijl Waterleiding zelf die expertise heeft. Maar met 300.000 kunnen ze een machine. Ze hebben alle machines, maar ze moeten dan je boorkop hebben. Geef EBS dat geld. EBS heeft, Waterleiding heeft al die expertise. Geef die organisatie. Maar nee. Friends and Family moeten geld maken. Nog steeds wordt er water aangeleverd voor de mensen, voorzitter. En ook Kang. Regering, Kuyibdisma. Ook PL-parlementariër Evert Kaarto haalde aan dat SWM de nodige technici in huis heeft om de boringen zelf te doen. Het geld dat wordt uitbesteed kan aan de SWM gegeven worden om het werk te doen. Zo zal het bedrijf ook de nodige ondersteuning krijgen om het landelijk werk voor te zetten, meent Kaarto. Voor vandaag was er een openbare vergadering uitgeschreven voor de behandeling van de wijziging van de personeelswet en nadere wijziging van de ambtenarenpensioenwet. De vergadering vond geen voortgang door gebrek aan quorum.